Maar we hebben eigenlijk wel de meest bekroonde fotograaf van Nederland. Ik heb het even opgeschreven. 3 keer de beste foto of the year. 4 keer de Gouden Camera. En 3 keer de European Kodak Gold Award. Nou, dat is niet niks. Ja. Oké. Okay. Dank je wel. Hoe ben jij er zo toe gekomen om deze mensen op zo'n manier te fotograferen? Ja, ik probeer altijd met mijn fotografie, eigenlijk al toen ik begon, mensen anders op de foto te zetten. En het bijzondere is natuurlijk dat je bekende Nederlanders zover krijgt. Hoor. Dus dat was eigenlijk mijn doel wel, omdat gewone mensen is misschien wat makkelijker. Ik denk, nou, ik moet bekende Nederlanders uit hun comfortzone zien te krijgen. En ja, liefst zo gek mogelijk natuurlijk. En ja, volgens mij is dat wel redelijk goed gelukt. Ja, want wie hangen hier zo wel? We hebben een heel lijstje. Johan Derksen, de jongens van Vandaag Inside. Angela Schijf, Giel Beelen, Janno Hams, Sabine Uitslag, mensen hier uit de buurt. Van alles wat Benny Jolink. Dus het is van alles, van alle gespuis heb ik daarvoor gevraagd, ja. Ja, en hoe kreeg je ze zover dat ze dat wilden gaan doen? Ja, nou, ik loop natuurlijk al een tijdje mee, maar dat is geen garantie. Dus ik probeer altijd met een bepaalde enthousiasme en zeggen, nou, ik heb er al een stuk of 10 gehad en dan moest ik de eerste nog maken, bij wijze van spreken. En zei ik van, ja, die doen het allemaal en hartstikke leuk. En ja, zodoende is dat een beetje langzaam gegaan, zeg maar. Ja, want ik zie bijvoorbeeld Giel Beelen als clown. Ja. En ja, en sommigen zie ik dat ze zo veranderd zijn dat je ze echt niet meer terugkent. Nee. Wat was jouw belangrijkste doel daarin? Dat je ze niet zou terugherkennen? Beide. Of dat ze... Beide. Iets anders zijn. Beide was leuk. Ik had op een gegeven moment had ik de foto's klaar. En toen denk ik van, je moet er wel de naam onder zetten. Wel? Want anders dan wordt het toch wel een beetje lastig voor heel veel mensen. Voor mijzelf wel. Ik groei natuurlijk in dat proces dat ik zie van dat ze iemand verandert tijdens de griem. En toen heb ik toch wel besloten om de namen eronder te zetten. Ja, de ene is wat makkelijker te herkennen dan de andere. En er hebben ook wel meerdere hebben een prijsvraag over gedaan. Heeft niet iedereen altijd even goed. Wel? Dus dat is wel grappig om te zien, ja. Ja, want wie heeft die mensen zo prachtig gesminkt? Ik heb daar een vaste grimeuse, Tamara Sauer. Die komt toevallig hier ook uit Almelo. En ja, dus zij is gewoon, denk ik, een van de besten van misschien wel Nederland, misschien wel Europa. En we hebben samen opgetrokken. Ik heb vaak had ik een idee. En zij kopte dat idee steeds verder in. Waardoor het eigenlijk zo geworden is als het hier nou hangt, zeg maar. Ja, en hoe ben je nou zo verzeild geraakt in het huis van Cartoon en Nu? Ja, dat is al leuk altijd. Op een gegeven moment komen dingen, als je wat langer in het circuit meedraait, vanzelf op je af. Dus ik ben daarvoor gevraagd, maar ik ben daar zeer vereerd voor. Het is pas in 33 jaar de tweede keer dat ik in Almelo exposeer. Dus zo dicht bij huis, dus, maar wel heel leuk, denk je. Ja. Ja, om zo'n foto te maken, hoe lang ben je daar nou mee bezig? Het foto maken op zich valt best mee, maar het idee, het uitwerken van het idee, de props, wel, de dingen die je soms bij wil gebruiken, ja, dat is eigenlijk een proces van wat langzaam ontstaat. En ja, wie is daar dan het meest geschikt voor? Wie wil je daar dan voor gebruiken? Het viel mij wel op dat meer mannen het zijn dan vrouwen. Ja, gemiddeld, het vorige jaar is denk ik 10 minuten, maar zo'n griem aanbrengen, dat kan wel tussen een uur en anderhalf uur duren. Dat ligt eraan per karakter natuurlijk. Waar een César Zuiderwijk als Animal van de Muppet Show, nou, die moest echt met haartjes helemaal beplakt worden. Ja, die heeft er geloof ik wat 2,5 uur gezeten en die moest s'avonds spelen. Dus die had gewoon die oranje ding voor mij nog in de mond, dus dat was al wel lachen. Ja. Ja. Tot hoe lang mogen mensen deze prachtige foto's bewonderen? Ik heb begrepen van het Huis van Cartoon dat ze tot eind juni hier hangen. En hier is vrije intree. Geniet ervan. De foto's zijn denk ik bijzonder. De ene zal je iets meer aanspreken als de andere. Maar ja, dat is altijd natuurlijk met fotografie en met kunst. Maar ik denk dat heel veel mensen hiervan kunnen gaan genieten. Ja.